samen hoor. Tom. En wij hebben hier een 3D-puzzel gekregen van Ravensburger. Nou, vertel eens welke jij hebt. Ik heb de Porsche 911 GT3 Cup met 108 stukjes. En ik heb de Londense bus met 216 stukjes. Ja, wel ietsje meer dan jou. Maar ja, ik heb er ook eentje waar ik noem het een pennenhouder. Een pennenbak. Een pennenbak. Maar mijn tante die is lerares Engels, dus deze ga ik dan uiteindelijk aan mijn tante geven. Maar ik ga hem nu zelf bouwen. En dan kan je natuurlijk altijd nog uit elkaar halen. Oeh, dit ziet er leuk uit. Ik heb wielen. Ik heb allemaal, oh nee, een nieuw bouwpakket. Ik heb 108 stukjes. Ik heb een heel bouwpakket met 216 stukjes. En ik heb de velgen. Een boekje. Ik heb de Porsche spoiler. Oké, dit moet ik als eerste maken. Okay. Ik heb zo. Ik heb de onderkant van de auto. Ik heb de onderkant van de bus. Oké, ik moet met de onderkant van de bus moet ik beginnen. En dan leg ik dit aan de kant. Ik heb hem nog niet nodig. En dan moet ik dit deel openmaken. Heb jij de schaar? Nee. Ik moet nu de nummertjes 1 tot en met 88 uit de doos halen, want die heb ik nodig voor de onderkant. En dan is dit nummer 2. En sommige zijn dan al een beetje gevormd. Hier, kijk, dus nummer 2. En sommige die zijn dan ook gebogen. Dan moet ik dus 1 tot en met 88 vinden. Ik moet beginnen met de onderkant van de auto in elkaar te zetten. Door de wielen eraan te zetten en de wielklauwen. Of de remklauwen bedoel ik. We hebben de onderkant nodig. Die heb ik nog meer nodig. Zo. Dan heb ik de wielen nodig. Het is wel een heel klusje, maar het is ook wel een leuk klusje. Nou, het is nu zeker dat het allemaal regent natuurlijk wel een beetje buiten en het wordt koud. Dus dan kan je lekker warm binnen zitten en dan puzzelen. Ik ga nu de wieldoppen en de remklauwen ga ik erop zetten. Ik ben nu klaar met het onderstel. De wielen zitten erin met de remklauwen. En hij kan ook rijden. Dus nu moet ik de auto zelf ontvouwen met de puzzelstukjes. Jo gaat nu verder met sorteren van de 216 puzzelstukjes. En ik heb mijn 108 puzzelstukjes al gesorteerd, dus ik ga beginnen met bouwen. Er staan pijltjes op welke kant je op moet, dus dat is heel makkelijk puzzelen. Ik ben nu al klaar met sorteren, ik kan nu ook beginnen. En ik ben al lekker bezig met bouwen. Ik heb al bijna het dak.
En we zijn bij puzzelstuk nummer 100. En ik bij puzzelstuk nummer 81. En ik moet tot 200 chestien. Het is echt leuk om te doen, want je ziet dat mijn auto echt al vorm begint te krijgen. Nou, hij heeft al vorm. Hij mist hier wel nog een hap. Maar, ja. Hij heeft al vorm. Ja. Oké, ik ben er bijna. En dan mag ik wat anders gaan doen met de... Nee! Ja. En nummer 88. En nu mag ik de lampen erin zetten. Nou, nu ben ik klaar met nummer 88. Die moest ik doen. En dan kan ik nu die, hier ook niet, hier ook niet. Dit. Die kleine, deze. En deze voorkant. Het zijn gripzakjes, dus je kan ze zo uithalen. Behalve bij deze. Maar deze heb ik nog niet nodig. Oké, dan hebben we dit nodig. Londen staat er ook echt op. En dan heb ik dit nodig. Dus aan de voorkant. Ik ga nu de spiegels erin doen. Dus de voorkant. Zo. Zoals je kan zien, de koplampen en de spiegel zitten er nu ook op. En nu ga ik de spoiler erop zetten. En ja, de voorkant doe je dan deze. En er zit ook een bordje bij met Londen. Oh. Maar ik weet nog niet of ik die er nou op ga plakken. Ik ben dan weer ietsje verder gegaan. Deze zit er al op en deze. En dan ben ik hier verder aan het gaan naar de bovenkant. Ik ben nu met puzzelstukje 117 en ik moet tot 216. Dus ik heb nog ongeveer 100 te gaan. Ik ben klaar met mijn Porsche. Ik moet alleen nog de wieldop aan de zijkanten erop zetten en dan is die helemaal af. Nou, voor mij is bijna af. Ik moet alleen nog de wielen en uiteindelijk het gedeelte nog van de pennenbak. Maar zo ziet die voor mij er nu uit. Dus, en dan van de binnenkant zo. Dus ik ga nu, bij mij zit er iets minder voor me net als bij Tom. Want ik heb natuurlijk gewoon de Londen bus. En Tom die heeft een hele auto en die heeft natuurlijk wel wat meer vorm dan een bus. Maar ik ga dit... in elkaar zetten. Ik ben nu bezig met de wielen. Zo. Twee. Gewoon opzetten, denk ik. Dus eerst deze. Net als soms auto kan deze dubbeldekker ook rijden. Dan is het een pennenbak. Maar je kan met een van deze klepjes kan je het dan ook afsluiten. En je kan het natuurlijk ook gebruiken als pennenbak. Waardoor je dan pennen instopt. En een schaar. Nou, en zo is die voor mij helemaal klaar. Ravensburger bedankt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus ik ga een dikke vet omhoog. Vergeet niet te abonneren bij John natuurlijk. En vergeet ook een duimpje. Ciao, ciao. Doei.